Als je maar meer dan genoeg films kijkt, dan ga je vanzelf geloven dat er politie en FBI zijn die denken dat je een heel concert op kan zetten om een seriemoordenaar te vangen. En dan ga je vanzelf geloven dat als iemand maar hard genoeg op zijn gezicht valt, dat iemand blind kan raken, waardoor iemand de beste vriendin kan worden van een serial killer. Waarom doe ik dit nog? Dit is mijn review van Trap and the Killer. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Ik ging met mijn zusje naar de film Trap van M. Night Shyamalan, die ondertussen al meer dan 80 miljoen dollar heeft opgebracht. Deze film van een speelduur met 1 uur en 45 minuten is ook best wel gemengd ontvangen door het internet online. Zo haalde de film een 6 op IMDb en 57% op Rotten Tomatoes. De film begint met de man Cooper die met zijn dochter naar een concert gaat. Wait, 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 wait. I got time issue. No, dad jokes, this is serious. Come on. En Cooper wordt gespeeld door Josh Hartnett, die we kunnen kennen van Oppenheimer en van Pearl Harbor. De film, niet de strijd. En de dochter Riley heeft de tijd van haar leven op dat concert. This is literally the best day of my life. En Riley wordt gespeeld door Arielle Dunnecke. Maar wat blijkt halverwege de film? Het concert dat is een enorme val voor een seriemoordenaar. Feds or whatever heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. So their plan is risking the lives of like 20,000 innocent people by locking them in a building with a known killer? Yes, but also like every police officer and FBI agent in existence. En plot twist, no plot twist, de vader is de seriemoordenaar. En dit speelt zich allemaal af tijdens het concert van Lady Raven. En Lady Raven wordt gespeeld door Salaka Shyamalan. En dat is de dochter van M. Night, degene die ook deze film regisseert. Is she a good actress too? Sir. She's M. Night's daughter. Is that a yes? Fantastic singer. Mijn zus en ik vonden het een hele leuke film. We vonden hem ook heel erg spannend en we kwamen er allebei veel te laat achter dat de vader de seriemoordenaar is, terwijl je dat na afloop eigenlijk gewoon uit de trailer kunt halen. De grootste kritiek die ik heb op de film is dat het gewoon niet loopt zoals een actiefilm zoals ik hem had verwacht. Maar misschien is dat ook gewoon iets goeds. Ik geef de film zelf een 6,3 en daarmee komt de film op plek 68 van de 151 films die ik afgelopen 2 jaar heb gezien. En de film staat daarmee gelijk aan films zoals Indiana Jones and the Last Crusade en Knives Out. En ik was zelf ook naar de film The Killer. En The Killer was geregisseerd door John Woo. Deze film met een speelduur van 2 uur en 6 minuten had een budget van meer dan 30 miljoen euro. Maar heeft in al die tijd maar 190.000 euro opgebracht. De film is online slecht ontvangen met een 5,7 op IMDb en maar 57% op Rotten Tomatoes. De hoofdpersoon, Zee, is een huurmoordenares. We blijven maar even in dat thema. En ze staat ook wel bekend als The Queen of the Dead. They say you are the Queen of the Dead. Zee, a.k.a. The Killer, wordt gespeeld door Natalie Emmanuel. En haar werkgever, Finn, spreekt haar erop aan dat ze een bediende heeft laten leven in een klus die ze eigenlijk dan gefaald heeft. The contract was clear. She should be dead. You just betrayed the most dangerous man in Paris. En Finn wordt gespeeld door Sam Worthington. Die kunnen we kennen van films zoals Horizon and American Saga Chapter 1 en Avatar. En Zee die gaat eigenlijk rogue in de film om die bediende maar te beschermen. If you want to live, come with me. En Say, dat is de good cop, die probeert samen met haar eigenlijk de werkgevers van Finn te bestrijden. So you're a good cop then. Very. En C wordt gespeeld door Omar Sy, die we kunnen kennen uit X-Men Days of the Future Past en uit Intouchable. En de vraag in de film is eigenlijk waarom Z dus eigenlijk echt opeens het goede pad opgaat, terwijl ze een huurmoordenares is. Dat maakt het ook onrealistisch ofzo. Are you trying to do something good for a change? Ik wil over de film zeggen goede filmografie, goede actiescènes, maar het verhaal was niet pakkend. En daardoor vond ik het verhaal ook niet spannend en is het zeker niet spannend voor iemand die vaker actiefilms kijkt. De film krijgt van mij een 6,2 en daarmee staat het op plek 75 van de 151 films die ik heb gezien afgelopen 2 jaar. En daarmee staat de film gelijk aan films zoals Inception en Mission Impossible. En aangezien we straks een top 10 gaan krijgen van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien,
gaan de twee films die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. Dat zijn in dit geval The End We Start From uit de 34ste aflevering en Bad Boys Ride or Die uit de 35ste aflevering. En dan komen Trap en The Killer in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 1,1 Bellinga Pretpark op Stelten. 24 uur trainen tegen 24 uur show maken. Op 9 staat met een 6,2 de film van deze week, The Killer. Give up the girl or he'll send every killer in the city after you. Op 8 staat Inside Out 2. I'm the worst! Op 7 staat ook de film van deze week met een 6,3 Trap. The feds or whatever heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him. Op 6 staat Horizon and American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 5 staat Twisters. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. Op 4 staat The Bike Riders. I'm Johnny. We're the Vandals. Op 3 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead, again. Op 2 staat Deadpool and Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En op 1 staat met de 9 de film van vorige week, It Ends With Us. If one day you had a daughter, what would you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. En aangezien ik jullie ook graag nog wil vertellen over de afgelopen 10 series die ik zelf thuis heb gezien, komt dat nu. Op 10 staat met een 4,7 het eerste seizoen van Star Wars Rebels. In dat seizoen nemen de Rebels het op tegen The Empire. Ik vind het op zich wel een oké serie. Het wordt steeds beter aan het eind van de serie. Alleen, het is echt voor jongere mensen dan ik. Focus your fire on the Jedi. Op 9 staat Family Guy seizoen 20. Tell me it wasn't you. Honestly, Lois, I have no idea. My brain can't even think Dutch no more because of the internet. Op 8 staat New Girl, seizoen 4. Wow, you guys are like rubbing alcohol. You sting me in the now, but you save me in the later. Op 7 staat het eerste seizoen van Black Lightning. What were they saying? That he's back. Is he? Op 6 staat het 18e seizoen van Flikken Maastricht. Op 5 staat Legends of Tomorrow, seizoen 4. You know, tonight really isn't a night for celebration, Sarah. Op 4 staat The Flash, seizoen 2. Heroes die. Only if you can catch them. Op 3 staat het eerste seizoen van The Night Agent. So you want me to be a night agent? I want you to answer the phone for them. It rarely rings. Op 2 staat Legends of Tomorrow, seizoen 3. Sometimes we screw things up for the better. That's a good motto. We should use that. En op 1 staat nog steeds The Flash, seizoen 3. What should we call this brave new world that you've whipped up for us? I was thinking Flashpoint. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over Joker Folie à Deux. Dus laat me zeker weten of jullie die film hebben gezien en zo ja, wat je daarvan vond. Dan hoop ik jullie zeker volgende week weer te zien. Tot ziens, tot later.